Vandaag gaan we het hebben over het inzetten van componenten. En we hebben in de afgelopen dagen gekeken hoe je de huisstijl kan vastleggen in design tokens. En hoe je de componenten die al in de community bestaan kan voorzien van jouw huisstijl. Samen maken de componenten van de community en je eigen huisstijl maken voldoende informatie om ook echt de componenten uit NL Design System in te zetten in jouw website of in je app. En ik ga nu een aantal manieren laten zien hoe je dat doet. De truc hierbij is dat je wel voldoende onderdelen zeg maar inlaat in je website of in je app. Omdat het is een modulair systeem. Dus je moet los je huisstijl inladen. Los de code inladen van het type dat je wil gebruiken. En daar ga ik zo meteen verder op in. En natuurlijk zelf moet je nog je code schrijven die de componenten gebruikt. Als je de storybook bekijkt, bijvoorbeeld van Utrecht of welke andere example storybook dan ook, dan is het misschien in het begin een beetje overweldigend hoeveel soorten componenten er zijn. Als je in de sidebar kijkt, dan begint het bovenaan met CSS componenten. En daaronder kom je nog HTML componenten, web componenten en voor allerlei frameworks componenten tegen. En ik zal zo meteen even uitleggen hoe die zijn opgebouwd. We hebben NL Design System zo modulair opgezet, omdat Roos Verwelke schepen vergaan, maar CSS zal eigenlijk altijd blijven. Angular, React, Vue misschien niet. En HTML blijft natuurlijk ook altijd. Dus we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk code vast te leggen in CSS, zodat welk framework je dan ook gebruikt, nu of in de toekomst, dat je er genoeg bouwstenen hebt om NL Design System te gebruiken zonder al te veel meer werk. CSS-componenten die zijn afhankelijk eigenlijk dat je classnames kunt gebruiken in je pagina of bijvoorbeeld binnen een webcomponent in de template. Maar je hebt niet altijd de mogelijkheid om je hele HTML vol super lelijke lange classnames te hangen. Dat is niet ook altijd wenselijk. En daarvoor hebben we ook HTML-componenten. Dus ook als je gewoon HTML-elementen wil gebruiken, gewoon H1, de paragraph, unordered list, tabellen, etc. Dan kun je een extra classname gebruiken en vanaf dat moment wordt ook al je HTML gestyled. Normaal gesproken blijven we van al je bestaande HTML af, omdat we niet willen dat onze CSS jouw pagina overhoop haalt. Dus alles is zogenaamd opt-in. Dus je moet er echt een classname op zetten voordat NL Design System iets met je pagina gaat doen. Maar met de HTML-componenten kun je dus ook zeggen, alles wat bijvoorbeeld uit een CMS komt of alles in dit formulier, ga ik gewoon geen extra classnames opzetten. Wat HTML mij biedt is voldoende. En dan hebben we Web Components. Web Components die zul je met name gebruiken, denk ik, als je een component wil gebruiken die interactief is, zoals bijvoorbeeld een accordion. En je wilt zelf niet verantwoordelijk zijn voor alle JavaScript inladen en opstarten. Voor elke keer als die accordion voorkomt op je pagina. Of als je een framework gebruikt zoals Angular, React of Vue. Want het voordeel van een webcomponent is dat je in één keer alles inlaat. En je hoeft alleen maar de naam van de webcomponent te noemen. En dan komt ook alle styling tevoorschijn, et cetera. Ik zal zo meteen in volgorde een beetje door de verschillende componenttypes ingaan en laten zien hoe je ze kunt inzetten. Al deze componenten die zien er niet uit zonder dat je natuurlijk je huisstijl in de mix gooit en dat doe je met de design tokens. In een andere workshop hebben we dus behandeld hoe je je eigen team kan maken. Als je eenmaal je JSON hebt vastgelegd, dan is het dus mogelijk om daar een export van te maken. Dan krijg je een CSS-bestand. Met bijvoorbeeld RVO team of conduction team of iets dergelijks. En die classname kun je vervolgens gebruiken om alle CSS beschikbaar te maken voor je pagina. Alle designkeuzes. Dus het is altijd super belangrijk dat je die ook inlaat. Om de tokens in te laden, de design tokens, moet je het CSS bestandje uit de design tokens package gebruiken. Elke package in de Teams repository heeft zo'n CSS bestandje. Die volgt eigenlijk altijd het formaat dist/index.css.
En zo kun je dus uit alle voor alle teams in onze repository en ook van dingen die verder in de community leven, zoals Den Haag, Utrecht, etc. Kun je de design tokens inladen, zodat de huisstijl werkt. Dat doe je door een link element toe te voegen bovenin je pagina. En dat heeft van zichzelf nog helemaal geen effect op je pagina. Er zal niks veranderen aan de styling, ook niet een lettertype, et cetera. Maar het maakt de informatie beschikbaar over bijvoorbeeld, mocht er een NL Design System button op je pagina voorkomen, dan weet een button welke kleur blauw er gebruikt moet worden. Dus dat CSS bestandje bevat eigenlijk alleen maar custom properties met die informatie. Alleen het bestandje inladen is nog niet helemaal genoeg. Je moet nog één extra stap nemen en dat is de classname van die team op je HTML zetten. Het meest gebruikelijke is dat gewoon om helemaal op het root element, HTML element te zetten. En dan werken alle design tokens gewoon in je hele pagina. Maar je zou eventueel ook bijvoorbeeld binnen een React app dat in een provider kunnen doen. Dus dat je alleen binnen een bepaald divje waar je app in leeft, dat je daar je team op zet. Als je dit dus vergeet in te laden of er laat iets niet, dan hebben de componenten nu geen styling. De meeste componenten hebben ook geen fallback styling of een soort van zinnige default waardes. Omdat als we eenmaal default waardes hebben, dan kunnen we die ook nooit meer veranderen. Want dat zou betekenen dat als de button bijvoorbeeld standaard 16 pixels padding heeft, en jij denkt, nou die 16 pixels, dat is precies wat ik wil, dan ga jij zelf misschien niet in je design token zeggen dat je 16 pixels padding wil hebben. En mochten wij dan de 16 pixels default aanpassen naar 8 pixels, dan valt jouw huisstijl eigenlijk om. Dus om die reden willen we proberen eigenlijk defaults achterwege te laten in de componenten zelf. Die classname is natuurlijk ook de basis voor onze team switcher. Dus als je een andere classname inlaat, dus meerdere teams inlaat in je pagina, dan kun je dus ook zelf voor zorgen dat het een andere team heeft. Bijvoorbeeld een dark team voor je huisstijl, voor alle bezoekers 's avonds in bed. Of voor een hele andere organisatie als je leverancier bent van software die voor meerdere overheidsorganisaties werkt. Dan wordt het dus bijvoorbeeld mogelijk om een formulier, als je de formuliercomponenten van NL Design System gebruikt, te tonen in de huisstijl naar keuze. Als je eenmaal de informatie van de huisstijl beschikbaar hebt, dan kun je CSS-componenten gebruiken die er een beetje leuk uitzien. Dat is heel simpel. Je kijkt gewoon in de storybook waar je hebt rondgeshopt welke componenten je wil hebben. En er staat in de voorbeelden welke classnames beschikbaar zijn. Dus de article element, wat je bijvoorbeeld om een nieuwsartikel heen zet, dan kun je de Utrecht article component voor gebruiken. En als je die classname op je element zet, dan worden in één keer alle design tokens uitgelezen en dan wordt bijvoorbeeld, als je de maximum inline size, de maximum regellengte eigenlijk, hebt ingesteld, bijvoorbeeld zoals Amsterdam op 640 pixels, dan werkt dat eigenlijk. Dus door de combinatie van en de design tokens en de CSS. Wat ik nog niet heb gezegd is hoe je de CSS inlaat. Even kijken. Dat heb ik ook blijkbaar geen slide van. Er is gewoon een link element. En dan verwijs je naar de component library CSS package. Waar ook gewoon in dist weer een index CSS zit. Voor eigenlijk alle frameworks en ook voor HTML en Vanilla hebben we allemaal code repositories waar je eigenlijk de kunst kan afkijken. Dus dit hoef je ook niet allemaal te onthouden. We kunnen aan het eind ook in de chat even wat links sturen naar de voorbeeld repos met React, Angular, Vue, etc. Stel je voor dat je niet een website from scratch begint te maken, maar je hebt al een bestaande website en je wil langzaamaan mee gaan doen met NL Design System. Er zijn een aantal nieuwe componenten die je nog niet hebt, die je zo in één keer kan gaan gebruiken. Maar je wil ook de bestaande componenten eventueel migreren. Dat kan. En het kan zelfs zonder gelijk al je HTML aan te passen met de nieuwe classnames. Je kunt ook zeggen, we laten de
de classnames nu zoals ze zijn in onze templates. Dus als je bijvoorbeeld Bootstrap gebruikt, dan heb je waarschijnlijk een BTN classname voor de button. En dan kun je ervoor kiezen om gewoon de buttons classname CSS van Bootstrap zelf niet meer in te laden, maar je eigen twist eraan te geven. En dat kan met SCSS, want met SCSS kun je zeggen, nou, die Utrecht button component die we hebben, die wil ik ook gewoon toepassen op de BTN classname. Dus als je dat gedeelte van Bootstrap uitzet, en dan ziet de button er eigenlijk niet meer uit, heeft hij gewoon de HTML en de browser default styling. Dan kun je hem weer tot leven wekken door te zeggen, kopieer alle styles van de Utrecht button, of van de Den Haag button, kopieer die naar de button classname van Bootstrap. En dan heb je vervolgens weer dat overal in de pagina's waar je Bootstrap gebruikte, dat je de NL Design System Styling hebt. HTML componenten. Dat is eigenlijk de makkelijkste. Heel vaak heb je deze nodig. Als je gewoon een HTML snippet hebt en je gebruikt wat semantische HTML, zoals headings, paragrafen, tabellen, lijsten, formulieren, al dat soort dingen. Dan heb je natuurlijk niet zin om op elk element een extra classname te gaan toevoegen om de design tokens te laten werken. En daarom hebben we één classname to rule them all. De Utrecht HTML content classname. Als je die op een element zet waarbinnen je gewoon eigenlijk geen classnames wil gebruiken, dan is deze handig. Dus waar ik eerder al zei, we hebben normaal gesproken geen styling voor het H1 element, dan is dat hier binnen wel van toepassing. Dus stel je voor, je hebt een HTML pagina die helemaal semantisch HTML is, dan zou je dus op de root van de pagina gewoon Utrecht HTML content kunnen zetten. En je moet ook nog je design tokens natuurlijk inladen. En dan heeft je pagina al helemaal dus de huisstijl van je thema. Dit is overigens een classname die je ook heel veel kunt gebruiken. Dus je kunt ook gewoon in kleine stukjes binnen je pagina, dus dat je zegt van in mijn artikel of in mijn gerelateerde linksectie, of in mijn over deze auteur sectie, of in de introductie van hier gaat het formulier over. Kun je dus allemaal kiezen om gewoon even in dat stukje Utrecht HTML te gebruiken. Natuurlijk, de CSS moet wel ingeladen worden. Dus hier is dan de voorbeeld van hoe je de component library inlaat. De gewone BAM classnames die zitten in dist/index.css. Maar om de HTML componenten werken te maken, dan moet je HTML.css hebben. Als laatste van een soort van het fundament hebben we de web components. Nog niet elke CSS component heeft ook een bijbehorende web component, maar daar wordt langzaam aan gewerkt. Web components die zijn super handig, omdat je in één keer, je hoeft eigenlijk niet alle classnames te gebruiken. Je hebt een veel simpelere API. En met name voor componenten waar veel CSS bij betrokken is, zoals een accordion, is dit echt de ideale manier om het in te zetten zonder veel werk. Want het enige wat je hoeft te doen is dat je gewoon in je HTML, waar je normaal gesproken een HTML button element zou gebruiken, dat je de NL Design System buttons gebruikt. Dus bijvoorbeeld Utrecht button. En als je die gebruikt, dan wordt ook gelijk alle CSS toegepast. En deze web component die leest ook gewoon de design tokens uit. Het enige nadeel, een van de nadelen is dat het alleen werkt als je JavaScript hebt ingeladen. Is er iets mis met de verbinding of heeft de browser JavaScript uitgeschakeld, dan heeft het geen effect. Als je daarvoor aan het werk bent om dat wel te supporten, kun je beter gewoon de BAM classnames gebruiken en de CSS componenten. Om dit te laten werken natuurlijk weer, include naast de design tokens ook het script element om de web components op te kunnen starten. En als je bang bent, dan wordt mijn pagina super langzaam, want er zijn zoveel web components, dat zal wel even duren. Dat valt mee, want het enige wat dit bevat is een soort inhoudsopgave van welke web components er allemaal zijn in de component library. En op het moment dat je Utrecht button gebruikt, dan pas wordt de code ingeladen. Dus in principe wordt alleen maar de code ingeladen die je echt nodig hebt. En als je wilt dat het super snel gaat, dan kun je eventueel een preload instructie toevoegen.
om als je sowieso weet dat de button nodig is, dan kun je die alvast laden. In React, ik ga deze presentatie eigenlijk alleen in op React, omdat de meeste mensen volgens mij nu hier met React werken. Maar in Angular werkt en Vue werkt het heel vergelijkbaar. Kun je ook Web Components gebruiken. En eigenlijk als je de code van net zou gebruiken, dan werkt het al gelijk. Je kunt gewoon custom elementen gebruiken. Maar dan heb je natuurlijk niet alle voordelen die je normaal gesproken zou hebben van een React Component Library. Als je normaal gesproken Material UI zou gebruiken of iets dergelijks, dan heb je autocomplete en dan als je import doet, weet je wat er voorhanden is. Als je een element schrijft, dan weet je automatisch wat er events er zijn, wat er properties, et cetera. En dat heb je natuurlijk niet als je het niet echt inlaat. Dus daarom bieden wij, om deze Utrecht button snel te gebruiken, bieden we een wrapper aan. En die kun je als volgt inladen. De component libraries die hebben ook een React package, die kan je importeren. En in de package zelf zitten eigenlijk alle componenten. Dus als je Utrecht button wil hebben, dan gebruik je niet zeg maar de lowercase met een streepje ertussen Utrecht button. Maar dan gebruik je de Pascal case, weet je wel, dat is de meeste React components, het elementnaam. En dit werkt eigenlijk precies hetzelfde. Het voordeel is dus dat je autocomplete hebt en dat je build helemaal gevalideerd kan worden. Als je een foutje maakt, een typfout, je vergeet de E van type of zo, dan geeft hij een waarschuwing. Nog steeds, vergeet niet ook daadwerkelijk de web components in te laden, of de web component loader eigenlijk. Dat kan met JavaScript vanuit React met useEffect bijvoorbeeld, dat je zegt ik wil deze eenmalig inladen. En vergeet natuurlijk ook niet de design tokens in te laden. Als je bijvoorbeeld Next.js gebruikt of iets met een mooie Webpack builder om ook de CSS te bundelen, dan kun je natuurlijk direct in je JavaScript ook de CSS toevoegen vanuit de NPM packages. Voor React, als je kijkt in de storybook, dan is die in verhouding tot de web components redelijk sumier. Het is eigenlijk alleen een instructie over hoe je de packages in React kan installeren. We hebben op dit moment inderdaad ook nog helemaal geen API-documentatie specifiek voor React. Maar eigenlijk hoe het werkt is heel voorspelbaar. Als je in React of als je in de web components kijkt, dan zie je bijvoorbeeld een codevoorbeeld hoe de button werkt. Het enige wat je hoeft te doen is dat je in het voorbeeld Pascal case gebruikt voor de custom elements. Dat betekent dus dat je de eerste letter aan het begin en na elk streepje een hoofdletter van maakt. En de rest zijn kleine letters. Dit is helemaal gegenereerd, dus we hebben niet heel mooie tweaks gedaan dat ook bijvoorbeeld de laatste digid, de laatste d dat die een hoofdletter is. Dus let erop. Het is echt alleen maar de eerste letter aan het begin en na een streepje is een hoofdletter. Samengevat, je kunt eigenlijk afhankelijk van de situatie waar je in zit, kun je een combinatie maken van de design tokens met allemaal soorten componenten. Als je een simpele HTML pagina hebt uit een CMS, dan kun je gewoon de HTML componenten gebruiken. Wil je je eigen component library gebruiken of wil je bestaande CSS migreren, dan zijn de CSS componenten super handig. En gebruik je maak je een React applicatie, dan zijn de React components super makkelijk om de web components te gebruiken. Maar in de praktijk is het heel waarschijnlijk dat je altijd ook nog de CSS components gebruikt als je bijvoorbeeld iets custom wil doen. Je kunt dus altijd nog gebruik maken van de class names als er geen web component voorhanden is of als je iets speciaals mee wil doen. Hetzelfde geldt met de HTML componenten. Stel je voor je werkt aan een headless CMS en een website die in Next.js of in Gatsby is geschreven. Dan gebruik je waarschijnlijk zowel de React componenten als de HTML componenten voor informatie uit het CMS. Dus ik zou zeggen mix en match. En voor alle componenten bieden we ook een kleine import aan, zodat je alleen maar hoeft in te laden in je pagina wat je daadwerkelijk gebruikt. Dus zelfs als je een combinatie zou maken van alles, dat het niet super langzaam wordt.